Kim Kutter uit Lossen gaat de Miss Universe Nederland-verkiezing nieuw leven inblazen. Kutter, die in 2002 zelf werd gekroond tot Miss Universe Nederland, heeft de organisatie van de landelijke Missverkiezing in handen gekregen. En dat betekent werk aan de winkel, want nog voor het einde van deze maand wil Kim Kutter een waardige Miss vinden die op 23 juli namens Nederland meedoet aan de internationale finale op de Bahama's. Binnenkort zijn de eerste screenings. De Overijsselse kandidaten zijn al bekend. Miss Overijssel Stevie Hartman en Shana Moes, die als tweede eindigde, dingen mee om de Nederlandse kandidaat te worden.